Wat ben je nou aan het doen? Dit aan het maken. Er zit eigenlijk een diertje onder. Een diertje? Ja, een insect. Ze zijn bezig met een etstechniek. Dat is een grafische techniek waarin je in dit geval in melkpak krast, inkt insmeert en een afdruk daarvan gaat maken. Het gebeurt niet voor niks natuurlijk. Er is een reden waarom ze hiermee bezig zijn. Ja, wij zijn iets aan het maken voor de Eigenheimers expositie. Die is 23, 24, 25 juni. Voor het publiek 24 en 25 juni. En dat is een expositie in het Noorderhuukien van eigenlijk alle bewoners van het dorp. 44 mensen hebben zich ingeschreven en dan komt er beeldhouwkunst, grafiek, iets van de kinderen komt hier. Er zijn dingen geborduurd, er is houtsnijwerk, er is echt van alles te zien. En de school doet mee, deze groep doet mee met insecten en de onderbouw doet ook mee met insecten, maar die zijn aan het knippen en plakken. Dus de 25e, voor het publiek wat komt, die kunnen allemaal workshops gaan doen. Onder andere ook deze druktechniek kunnen ze doen in het klein. En ik geloof iets macramee-achtigs. En nou, verschillende workshops worden gegeven. Met klei wordt er gewerkt. En er is ook muziek. Het is niet de eerste keer hè, dat het gehouden wordt. Nee, het is een lustrumjaar. Het is om de 2 jaar. Maar ja, we hebben corona gehad, dus het is een aantal keren uitgesteld geweest. En nu eindelijk kan het doorgaan. En zo, het lijkt alsof er een hele grote opkomst is, ook deze keer. En we zijn er heel blij mee dat het weer door kan gaan. Belangrijk is het dat kinderen al hiermee in aanraking komen. Nou ja, ik vind sowieso uit hoofden van mijn vak en beroep vind ik het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst. En ja, je hoeft het niet direct kunst te noemen, je kunt ook zeggen kunst en ambacht. Maar iemand die 1 keer zo'n ets heeft gemaakt, die kijkt nooit meer gewoon naar een ets, want die weet nou wat voor werk eraan vastzit. En ja, en het is ook gewoon heel leuk om met z'n allen iets te maken, 1 groepswerkstuk te maken. De kinderen zijn hier druk bezig met een soort etstechniek. En ik heb begrepen dat jij wel een specialist bent op dit gebied. Klopt dat? Nou ja, ik ben illustrator en ik heb wel een grote liefde voor grafische technieken. Vooral voor linosneden, zoals je hier in dit boek ziet. Maar etsen, wat de kinderen nu aan het doen zijn, vind ik ook heel erg leuk. En houtsnedes. Want dit boek, kan je er iets over vertellen? Ja, nou, ik ben dus illustrator van kinderboeken. En dit is een boek wat ik gemaakt heb over eigenlijk mijn passie, en dat is het Hoge Noorden en de dieren die daar leven. En het zijn eigenlijk portretten van dieren die boven de Poolcirkel veel voorkomen. En die dieren stellen zich in dit boek voor door een portret, maar ook door een verhaal vanuit het dier geschreven. En hoe weet je dat ze goed bij er geweest? Ja, ik reis sowieso elke zomer naar Scandinavië met mijn gezin. Maar ik ben zelf ook een aantal keer op Spitsbergen geweest. En je hebt daar een prijs mee gewonnen, begrijp ik? Ja, dat klopt. Ik heb samen met de schrijfster Jesse Gozens, die heeft het geschreven. Is dit boek dus ook vertaald door een Italiaanse uitgever. Dus het is niet alleen in Nederland, inmiddels ook in Italië. En daar heeft het een prijs gewonnen voor best wetenschappelijke kinderboek. Dus dat is wel heel bijzonder. Dus ik ben vorige week in Genua geweest om de prijs op te halen. Zo, bijzonder. Ja. Het is allemaal lino-druk wat we in dit boek zien? Ja, dit is allemaal met linoleum gemaakt. Met meerdere drukgangen. Het zijn dus meerdere kleuren. Dus dat betekent wat wit blijft, gaat er als eerst uit. En daarna print ik het. Nou ja, hier heb ik het in verschillende blauwtinten geprint. En dan vervolgens wat blauw moet blijven, haal ik ook weer weg. En dan ga je er nog een keer met een nog donkerdere kleur overheen. Dus je drukt het meerdere keren en leg je het onder de pers. Ja. Dus het is belangrijk dat het elke keer op dezelfde plek zit. Maar het leuke met deze techniek vind ik wel dat je altijd verrassingen hebt. Dus je hebt met schilderen en met pentekeningen kan ik eigenlijk alles plannen hoe het eruit ziet. En met drukken weet je nooit exact hoe het onder de pers vandaan komt. Soms zit er net een beetje een verschuiving in, maar dat geeft soms juist zo'n mooi effect. Hoe vind je het om met deze kinderen te werken? Ja, dat vind ik heel erg leuk, want op deze school is heel veel creativiteit. Er is ook heel veel ruimte voor creativiteit. En dat merk je ook gewoon aan de kinderen, dat ze gemotiveerd zijn en gewoon blij zijn als ze dit soort dingen kunnen doen. Dus dat is voor ons ook weer heel leuk. Ze zijn allemaal straks te bewonderen op de Eigenheimsexpositie. Is er ook werk voor jou dan te bewonderen? Ja, zeker. Maar ik moet nog even kijken wat, want het werk van Noord hangt nog op Spitsbergen in een galerie.
En ik ben bezig met een vervolg op Noord. Dat gaat over de natuur hier dichtbij. Het leven in de polder. Dus ik denk dat ik daar werk van ga exposeren. Want ja, dat past hier natuurlijk perfect. Ja. Volgens mij wordt het een hele boeiende expositie als ik dat zo hoor. Ja, er is zoveel creativiteit hier in de buurt. Dus dat is mooi om dat op één plek straks te zien. Ja, dus komen.